Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, hart is van u, Heer, van u. Ik prijs u met heel mijn hart, ik prijs u met al mijn kracht, met heel mijn hart. Met al mijn kracht, heel mijn hart is van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart van u, Heer, van u. En goedendag en welkom terug bij Gitaris en Geer en Greetje. Opwekkingslied 337. We hebben een paar keer aangevraagd, jullie kunnen jullie een keer een paar opwekkingsliederen doen voor ons. Ja? Nou, voor ieder wat wil, toch? En aangezien een hele keer aangevraagd hebben we een heleboel opwekkingsliederen zitten luisteren. Dit is ook een hele leuke, een hele vrolijke. Dus we hopen dat jullie wat hebben en dat jullie veel plezier beleven hier. De akkoorden kunnen jullie aanvragen op het contactformulier van onze vernieuwde website. Rink, nog hartelijk bedankt voor het spoedig mogelijk in orde maken van dat. We waarderen het echt enorm. We gaan even uitleggen. G-akkoord zit erin. Van een standaard G-majeur akkoord. De gitaar is in standaard stemming. Dan krijgen we een E mineur akkoord. Zit er ook nog in. C majeur akkoord. Een D akkoord. En er zit er ook nog in een E majeur akkoord. En een A mineur akkoord. Een O, nee, ja, jawel, het F akkoord. Niet zo gedoen, kan je gewoon zeggen, leg deze plat over de onderste twee, deze op de G's naar tweede positie. En deze zet je dan neer op de D's naar derde positie. Dan kun je hem ook doen, wij pakken hem meestal helemaal of zo, in Barré. Ja, maar wij spelen hem even zo, maar je kan hem dus ook zo doen. Ja, voor de beginner is dat misschien makkelijk. Dan komt nog voor een D septima akkoord. Dat is gewoon een D akkoord, maar eigenlijk contra. Kijk maar, wat ik dan doe is, ik zet mijn wijsvinger, die komt op de B snaar. Dus één naar de onderste snaar in de eerste positie. Deze komt tweede vakje op de G snaar. En deze op de onderste snaar, de hoge E snaar. Kijk maar goed, kijk, het is eigenlijk een spiegelbeeld van een normale D. Zie je? Als jullie zeggen, goh, allemaal, dat wil ik dus niet. Want ik vind het een beetje lastig, de D septima. Ja, want daar hou je gewoon vast een D-akkoord. Als staat een D-septiem, gewoon een D-akkoord vasthouden, ja. Oké, nu gaat het natuurlijk wel ook om de slag. Ik zal zomaar, als we het helemaal hebben uitgelegd, ja, de slag, zal ik hem nog eentje helemaal spelen, dat jullie gelijk mee kunnen spelen. Dat is wel leuk, kind gelijk. Goed meedoen. Dat doen ze gelijk. Dat doen ze gelijk. Haal maar niet, doen ze het gelijk met of mee. Ja, oké, dan beginnen we met de slag. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht. Down, down, up, up, down, up, down, up, down, up, down, up. Hij gaat natuurlijk wel een beetje sneller als je aan het spelen bent. Gaat hij down, down, up, down, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up. Misschien is wel even leuk om uit te leggen, Geesje. Er was pas geleden was iemand bij, die zegt ik wil graag de Wild Rover leren spelen. Hou je even, dan slag ik me door sturen. Nou, dat is prima. Is gewoon DDU, dus down, down, up. Krijgen we een berichtje terug, ja maar dat klopt niet. Het is niet down, down, up, nee. Nou bel ons maar even op. Toen belde hij ons op en toen zeiden we het is inderdaad wel DDU, het is down, down, up. Maar je spreekt het anders uit, het is namelijk down, down, up, down, down, bijvoorbeeld. Down, down, up, down, down, up, down, down, up, down, down, up. Zeiden ja inderdaad, zo kom ik eruit, maar anders was het dus echt nooit uitgekomen. Dus wat deed hij? Wat deed hij? Doe maar even wat hij deed. Hij deed zo. Down, down, up. Down, down, up. Want dat lees je natuurlijk. Down, down, up. Ja. Daarom is het altijd heel moeilijk voor ons om een slagritme door te geven in down, down, up. Weer best voor sommige mensen dat wel doen. Maar eigenlijk moet je dus het ook horen, de intonatie van dit down, down, up, down, down, up. Stop jullie een beetje wat ik bedoel, of dwaalt nou helemaal af, dat jullie zeggen ik ben je nou helemaal kwijt. We gaan weer even door met de les. Ja, ik denk dat het heel leuk om te vertellen, want dan kunnen jullie zeggen van ja, dat is dus down, down, up, up, down, up, down, down, up, up, down. Maar als we dus alleen zeggen down, down, up, up, down, up, dan krijgen we dit. Down, up, up, down, up. Dat klopt niet, want het is down, down, up, up, down, up, up, down, up, down, down, up, up, down, 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 up, up, down, up. Dan gaan we eens even dat nummertje even spelen met jullie. En dan moet je goed opletten dadelijk. Als jullie dat 2 keer hebben gedaan, voor mijn hoop is op u her. Dan krijg je iets anders, niet andere slag. Maar kijk maar gewoon, komen jullie vast zeker uit. Kijk. Mijn hoop is op u her. 1 miljard kracht is aan u her. Mijn C is van u her. Van u G en D. Dan krijg je dat andere stukje. Prijs u met, en dan krijg je een D subliem of gewoon een D. Dus ik prijs u met heel mijn hart. Ik prijs u met al mijn kracht. Met heel mijn hart. E en A mineur. Komt die F. En de D en D septiem. Dat is eventjes het lastige stukje van allemaal. Als jullie net beginners zijn, dan zou ik zeggen, blijf gewoon lekker hangen op de D-akkoord. Maar als je het leuk vindt, is het leuk overgang bij het einde, kijk. Heel mijn hart is van u, deze dier, mijn hoop is op. Wat zullen we nou doen? Zullen we hem 1 keer helemaal spelen? Dan weet je ook gelijk die volgorde helemaal. Ja? En probeer dan gelijk mee te doen. Zal ik hem wel iets rustiger spelen, ja? Niet tot een gekte keer gaan natuurlijk. Ja? Zou ik net zeggen, ja. Je kan hem aanslaan, weet je. Dat kan met zijn plexum is natuurlijk wel precies hetzelfde. De slag in, dat is logisch, hè? Hey, maar als je nou, voordat je hem helemaal gaat spelen, even in 1 keertje heel langzaam probeert. Gewoon een stukje langzaam, met name ook dat stukje waar het net iets anders lijkt te gaan. Okay. En daarna goed meespelen. Ah, okay. Probeer eerst deze tempo mee te gaan. Mijn hoop is op u, Heer. Mijn kracht is in u, Heer. Mijn zee op u, Heer. En down, down, up, up, down, up, down, down, up. Mijn hoop is op u, Heer. Mijn kracht. In u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u en de D. Ik prijs u met heel mijn hart. Ik prijs u met al mijn kracht. Met heel mijn hart. Met al mijn kracht. F heel mijn hart. Is van u, deze die mijn hoop is, u kracht is. Ja, en nu spelen we dus het originele tempo. Ja, ik zal hem even aanslaan met de hand. Dat is eigenlijk met je hand aanslaan, dat is ook niet zo moeilijk. Je doet hem gewoon met je, je houdt hem als een beetje in een komische beetje. Je slaat hem aan met je vingers naar beneden en met je duim omhoog. Je kan zelfs op deze manier, kan je ook zeggen, mijn hoop is op u. Dat is ook wel een leuke techniek om te doen. Dan zorgt dus die snaren een beetje afdempen. En dit moment is naar beneden komt. Down, zak, up, up, zak, up, down, zak, up, up, zak, up, down. Dat is die ook leuk. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer. Ja, maar als je een beginner bent, wordt het nog een beetje moeilijk bij het begin. Dus ik ga hem gewoon voor jullie even spelen. Gewoon met je hand lekker loshouden. Dus naar beneden met je vingers, met de duim omhoog. Met een plektrum kan ook nog. Ja, met een plektrum kan ook nog. Dus ja. Dan krijg je van ja. En daar gaan we. Mijn hoop is op u, Heer. Mijn kracht is in u, Heer. Down, down, up, down, 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 up, down, down, up, down. Nog een keer. Mijn hoop is op u, Heer. Mijn kracht is in u, Heer. Mijn hart is van u, Heer. Van u. Ik prijs u met heel mijn hart. Ik prijs u met al mijn kracht. Met heel mijn hart. Met al mijn kracht. Heel mijn hart is van u en deze team. Nog een keer, mijn hart is van u, Heer. Mijn kracht is van u, Heer. Mijn hart is van u, Heer. Van u. Mijn hoop is op u, Heer. Mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is. Ik prijs u met heel mijn hart. Ik prijs u met al mijn kracht. Met heel mijn hart. Met al mijn kracht. En heel mijn hart is van u. Hoop is op u, Heer, mijn kracht is van u, Heer. Ja? Nou, ik hoop dat jullie er zo uitkomen, toch? Wat denk jij, Geesje? Vast wel. En doe maar even een groetjes aan Henk. Ja, eventjes de groetjes aan Henk. Ja, je had ook gevraagd van opwekkingsliederen te doen. Dus in ieder geval, die hebben we er al één. Ja. Allemaal veel succes en vooral plezier. Ja, inderdaad. Veel plezier ermee en tot snel. Groetjes. Hoi. Hoi, hoi.